Hoe ziet jouw perfecte date eruit? Dan zo'n super sexy wijf. Mooie decolleté. Ik ben vandaag in het Rijksmuseum omdat het Valentijnsdag is. Deze man naast mij heeft mijn hart nog niet gestolen. Maar misschien heeft hij dat bij de scholieren wel gedaan. Misschien heeft hij wel bij hun in hun hart geschoten. We gaan het vandaag vragen. Spread love. Wat is je meest gênante liefdeservaring? Ik denk dat toen ik in groep 5 zat, toen heb ik een jongen gevraagd of hij verkering met mij wilde. En ik probeerde het zeg maar geheim te doen op briefjes op Valentijnsdag. En uiteindelijk kwam hij erachter dat die briefjes van mij waren, dus dat was zo. Ja, maar dat is toch logisch? Hij gaat niet met iemand verkering nemen dat hij niet weet van wie hij is. Nee, maar ik had zo'n briefje met wil je me ontmoeten, maar toen was het al een beetje... Wil je me ontmoeten in een fietshok? Nee, in de gang. Oh. Wie heeft het duurste Valentijns cadeau gegeven? Een plantje. Een plantje? Ja. Wat voor plantje? Een cactus. Een cactus, omdat je zo prikkelbaar bent. Denk het. Schrijf je liefdesleven in 3 woorden. Zwak en het komt goed. Leuk, gezellig en grappig. Dat is balen. Waarmee kan jouw Valentijn jouw hart stelen? Nou, op zich hoef ik niet per se iets te hebben, denk ik. Oh. Dus liefde is genoeg? Dat, precies dat. Geen chocola of rozen? Nou, mag wel. Oh, chocola mag. Gewoon de liefde van de persoon. Dus liefde heeft veel meer waarde voor jou dan chocola? Chocola is ook lekker. Oh. Wat is het liefste wat iemand voor je gedaan heeft op Valentijnsdag? En die had een keer een lolly gewoon gekocht. Wat zou je echt willen doen bij een date? Een bioscoop, dat zijn wel leuke films, hè? Dat ze lekker de bek dicht kan houden. Ja. Een lekker hapje eten. Wie betaalt? Nou, ik natuurlijk. Okay. Ik ben de man. Okay. Ik ben een echte gentleman. Heb je een Valentijn of niet? Nee. Oh, dus dan gaat het niet goed. Nee. Zo, ik heb vandaag hele gekke dingen voorbij horen komen. Een date met een sexy vrouw en een dikke décolleté. En natuurlijk, liefde overwint. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en ga natuurlijk even abonneren. Ik wens jou nog een hele fijne Valentijnsdag. Doei! Cupido, ik wil je één ding vragen. Je moet hier schieten, ja? Hier. Daar doet het minst zeer. Wil je nog wat zeggen? Zwijgen is het best.